Ieder jaar bezoeken we tijdens Zoete Herinneringen bijzondere plekken in de stad Zoetermeer. Ook dit jaar hebben de theatermakers zich weer laten inspireren door de stad. Op 8 plekken hebben ze zich afgevraagd: wat zou hier gebeurd kunnen zijn of kunnen gebeuren? Dit jaar kunnen we door de coronamaatregelen u niet ontvangen op de locaties zelf. Maar met alle moderne technieken die we konden vinden, gaan we toch op theatertour door de stad. Het is voorbij, geloof ik. Het gaat nooit meer voorbij. Ik wil het niet horen, ik wil het niet horen! Het is voorbij, Julia. Zijn ze dan al geweest? Wie? De Russen! Nee! Maar ze komen! Ze komen, ze komen! Laat haar alsjeblieft ophouden. Ze komen, ze komen! We moeten weg uit Berlijn. Vluchten. Naar het westen. Naar de Amerikanen. Ik wil niet in de handen van de Russen vallen. Ze komen, Laat ze haar komen! Alsjeblieft ophouden, Ingrid! Ze komen, ze komen. Ze maakt ons nog gek met dat eeuwige gejammer. Hou op. Ze komen en ze verkrachten alle vrouwen. Ze verkrachten jong en oud zonder onderscheid. Hou op. Grijsaard snijden ze de keel door. En kleine kinderen gooien ze in het water om te verdrinken. En ze komen, ze komen, ze komen. We moeten weg uit Berlijn, Anna. Ja, Mia. We moeten vluchten naar het westen. Naar de Amerikanen, Anna. Ik wil niet in de handen van de Russen vallen, Mia. Vluchten is onmogelijk. De Gestapo en de SS zijn overal. Ze laten je nooit door. Verraders en deserteurs worden opgehangen. We kunnen alleen maar wachten. Alleen maar wachten? Op de Russen? We moeten iets doen, Ingrid. Niet alleen maar wachten. We moeten de tijd stilzetten. Op een of andere manier zien door te brengen. Door te komen. Vrouw Weiss heeft gelijk. Anders worden we gek. We hebben ons de afgelopen jaren toch altijd weten te redden. Ja. Dat is waar. Toen Brecht, Reinhardt en Zoekmaier en al die andere theatergoden Duitsland verlieten, pikten wij die open plaats in. In 33. Wij zouden geen ontaarde kunst brengen. Wij zouden ons volksvriendelijk opstellen. Wij keken de andere kant op toen Erich Moussan, de cabaretier, werd gelyncht in het concentratiekamp van Oranjeburg. Wij sloten de ogen voor het feit dat Hans Otto, acteur en communist, werd doodgeslagen in een Duitse SA-barak. Dat was in 33. Oh ja, we hebben het altijd gered, vrouw Weiss. Wij hebben altijd ons vel weten te redden. Ze zaten aan het front, of ze waren gedood, gewond of krijgsgevangenen gemaakt. Toen er geen mannen meer waren, speelden we alleen nog vrouwenstukken. Of vertolkten wij, jonge meisjes, de mannenrollen. De omgekeerde wereld. Vroeger mochten er helemaal geen vrouwen op het toneel en vulden de jongetjes de vrouwenrollen in. En nu... Je hoeft niet zo agressief te worden, Mia. We hebben concessies gedaan aan de nazi's, dat is waar. Maar zonder die concessies zouden we hier niet meer zijn. En al die tijd hebben we ons in leven weten te houden. Is dat geen prestatie? Vanaf het moment dat wij ons theatertje hier in deze schuilkelder hebben ondergebracht, hebben we ons in leven weten te houden met het spelen van theater voor een publiek. Ja, soms voor een heel klein publiek, dat is waar. Maar toch... We hebben ons door de oorlogsjaren gesleept. En straks is die verdomde oorlog voorbij. En dan... Straks kunnen we spelen voor de Russen, als ze komen. Misschien zullen ze ons dan wel sparen. De dierentuin is zo mooi in de zomer. Wat zegt ze? Ik begrijp haar niet, Kate. Ik heb haar nooit goed begrepen.
De Russen komen. Zwijg, Julia. De Russen komen. Zwijg! En we hebben niet altijd voor alles onze ogen gesloten, Mia. Bedoel je Hanna? Ja, die bedoel ik. We weten allemaal dat ze een Joodse is. We hebben haar een andere naam gegeven en ons in haar in ons midden laten onderduiken. Zonder ons zou ze er nu niet meer zijn, dag. Mia. Leuke winkeltjes van onder de Linde. Dag, mooie boom langs de oevers van de Spree. Dag, Korvosterdam, waar de mensen in de zomer tot diep in de nacht blijven praten en drinken. Dag, Potsdammerplatz. Druk en gezellig, Potsdammerplatz. De dierentuin is zo mooi in de zomer. Wat zegt ze? Dat de dierentuin zo mooi is in de zomer. Maar de Berlijners hebben van de dierentuin één grote moestuin gemaakt. En ze maken brandhout van de prachtige bomen van het prachtige Groenland. Ik heb haar nooit goed begrepen. Stel je voor, één grote moestuin. Ze kan soms zo verwarrend zijn, vind je niet? In het Hansa-kwartier staat geen huis meer overeind. En mijn vader heeft het gezien. Hij zag de verkoolde resten van de Kedegniskirche. En de Kurfürstendamm is nog net zo breed als in mijn herinnering, zei hij. De Kurfürstendamm is nog net zo breed als in mijn herinnering. Ze komen! Puinhopen en ruïnes. Russen! Puinhopen en ruïnes. Hanna? Puinhopen en ruïnes. Hanna? Moeder? Ik ben je moeder niet, Hanna. Ik ben Ingrid. Ingrid. Ja, natuurlijk. Mijn moeder is dood. Omdat mijn vader het gezien heeft. Wat gezien heeft, Hanna? Wat komen. Gezien heeft, Hanna? De Russen komen. Niet ons. Alles. Vrouw Wijs. Ja, Hanna? Ik vroeg zich af of we niet iets konden doen. Om de tijd te doden, om niet helemaal gek te worden. Waarom zouden we geen toneel spelen, vrouw Wijs? Ja, voor de Russen. Als Scheherazade. Elke dag een ander verhaaltje. Elke nacht. 1001 nachten lang. En zolang de verhaaltjes duren, word je niet onthoofd. Word je niet verkracht. Word je niet opgehangen. Voor welk publiek zouden we spelen, Hanna? Er zijn geen toeschouwers meer in Berlijn. Er zijn geen mannen meer. Iedereen speelt een rol nu op een schouwtoneel zoals er nog nooit een is gezien. Een spektakelstuk, geregisseerd door Cecil B. DeMille. Cecil B. DeMille. Nero en de brand van Rome. Een schouwtoneel dat zo groot is als de halve wereldbol, Hanna. De wereldbrand, deel 2. De mensen komen hier schuilen. Ze zijn bang. Ze verwachten al lang geen toneel meer van ons, Hanna. We zouden kunnen spelen om heel even maar de angst te vergeten. Om de tijd stil te zetten. Voor hen en voor ons. Vergeten? Vergeten? We hebben de afgelopen jaren al te veel vergeten, geloof ik. En het zijn die gaten in ons geheugen die voor deze ellende hebben gezorgd. Ik vind dat toch niet zo'n slecht idee van Hanna. Wat vinden jullie ervan? Russen, ze komen. O, toch je mond, mens? We zouden kunnen spelen om de angst van vandaag te vergeten, Mia. Maar we zouden gisteren niet vergeten, nee. We zouden het vooral over gisteren hebben. En over morgen. Dat zich morgen niet mag herhalen wat zich gisteren heeft afgespeeld. Wat wij vandaag spelen. Om de angst van vandaag te vergeten.
Zo. Was je goed op jezelf? Ja. Dag. Dag. Ik ga je missen. Ja. Doei. 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 Oh, Ja? Tandenborstel? Ja, tuurlijk. Paspoort? Ja. Verzekeringspapieren? Mm-hmm. Telefoon? Ja, die heb ik ook. Ik heb het ook. Goed zo. Ja, het komt goed, hè? Ja, ik maak me heus geen zorgen, hoor. Ja, nou ja. Jij ook niet, toch? Nee, natuurlijk niet. Oké. Bel je? Ja, bel ik. Ik bel je. Oké dan. Gelukkig maar. Ja. Waar ik bang voor ben? Het enige waar ik echt bang voor ben, is dat ze niet meer terugkomt. Aansteller. Of dat ze iemand anders tegenkomt, natuurlijk. Daar moet je niet over nadenken, over dat soort dingen. Hoeft ook niet, heeft ze gezegd. De eerste keer dat ik wegging, dacht hij dat ik nooit meer terug zou komen. De tweede keer dat ik wegging, dacht hij dat ik het voor de gek hield. De derde keer dat ik wegging, wist hij dat het mee zou vallen, want ik kom altijd terug. De vierde keer dat ik wegging, had hij hele grote moeite om me serieus te nemen. En de vijfde keer dat ik wegging, hebben we gehuild. Allebei, hard en lang. Ja. De zesde keer dat ik wegging, hoopte hij dat ik het stiekem zou doen, zonder ook maar iets te zeggen. De zevende keer dat ik wegging, hoopte hij dat ik iets voor hem mee zou brengen. Zomaar. Ja. De achtste keer dat ik wegging, had moeten voelen als een windstilte of als onweer. Had hij gefluisterd in mijn oor. De negende keer dat ik wegging, lachte hij me uit. Recht in mijn gezicht. De tiende keer dat ik wegging, wist hij niet wat hij moest vragen of zeggen. En de elfde keer dat ik wegging, zei hij dat ik moest blijven. Nou, liefje, ik ga je missen. Maar ik denk dat je het wel goed gaat doen hier. Zo, zonder mij. En ik ga je schrijven, oké? Okay? Ik denk dat je mij heel erg gaat missen. Dit. Mij. Ja, en des te verder je weggaat, des te viezer het schijnt te zijn. Dus, ja, ja. Het schijnt echt heel vies te zijn daar. En duur. En mensen in het buitenland schijnen heel onaardig te zijn. Dus ik denk, ik zeg het maar even. Ja, ja, en alles is 4 keer zo duur. Ja. Ja. Oeh, en wat ik nog wou zeggen is dat ik hoop dat je toch niet te erg gaat missen. Waar je nu toch een beetje bang voor bent. Dat je je plekje, je ouders, je vriendje, je vriendinnen een beetje gaat missen. En het is ook goed om af en toe een beetje te missen, maar je moet ook kunnen genieten. En dat je in de korte tijd dat je daar bent, toch voornamelijk veel plezier hebt. En dat je met blijdschap terug kan denken aan de dierbaren die je hebt en aan deze plek. Het station waar we elkaar tegenkwamen. Een mooie jonge vrouw botst tegen hem op. Zijn fotocamera haakt achter haar schoudertas als ze hardop vloekend van hem weg wil lopen. Maar? Haar spullen rollen over de stoep op het asfalt. Een fietser fietst net langs en ontwijkt haar zakspiegeltje dat in 1000 stukjes breekt. Haar mascara rolt zo een putje in. Scherven brengen geluk. Fluistert ze. En ze kijkt. En hij kijkt. En hij kan niet stoppen met kijken. Alsof zijn ogen zijn vastgeplakt aan de winkelruit waarvoor hij is blijven stilstaan. Ja. En dan vraagt hij wat ze doet. Ze bukt zich om haar spullen op te rapen, zegt ze. Ja. En dan vraagt hij of ze wat wil drinken. Of ze wat wil drinken, vraagt hij. En hij zegt dat het niet vreemd moet overkomen, want hij bedoelt het niet vreemd. Hij zegt dat hij zelfs heeft bedacht om te zeggen dat hij eventueel dat hij homo is, zodat ze niet zou denken dat hij haar probeert te versieren, want dat is niet zo. Hij wil alleen maar haar wat te drinken aanbieden, omdat hij haar spiegeltje heeft gebroken. En dan is het minste wat ik kan doen wel haar een drankje aanbieden om het goed te maken, bedoelt hij. En hij zegt dat ze een mooie stem heeft. Hij heeft haar stem gehoord toen ze dat zei van dat spiegeltje. En dan verontschuldigt hij zich dat hij zoveel praat. En dan biedt hij haar nogmaals wat te drinken. Maar dat wil ze niet. Hey, ze heeft nog een heleboel te doen. Nou, doei. We bellen, ja? Ja. Doei. Hey. Doei. Doei. De laatste keer dat ik haar zag, maakte ik een foto van haar. Op het perron.
inches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I'm dreaming of? Oh, simple things, where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on. And if you have a minute, why don't we go? Heel, heel lang geleden, want zo beginnen sprookjes altijd, ook in Zoetermeer. Heel lang geleden was er een meisje dat heel graag bij de kabouters wilde horen. En zoals dat toen ging in die tijd, moest je ervoor zorgen dat je dan iets kon doen voor de kabouters. Want je moest wel iets toevoegen. Dit meisje vond dat ze de kabouters wel kon helpen door te zingen. Dit is het verhaal van Huweetje. Zoiets slechts gehoord. Boe, boe. Oh, wat verschrikkelijk geluid. Weet je, ik zou maar geen zangcarrière beginnen als ik jou was. Oh, jij klinkt zo vals, hè? Boe, boe. Oh, wat verschrikkelijk geluid.
Als je nou heel laag, als je wat lager gaat zingen, misschien komt dat beter uit. Op een grote paddenstoel, rood met witte stip. Boe, boe. Oh, wat verschrikkelijk geluid. Je moet uitkijken dat het podium niet doorzakt door dat gezaag van jou. Oh, verschrikkelijk. Ik heb nog beter gezang gehoord onder de douche van mijn oma. En die kan niet zingen, kan ik je vertellen. Boe. Op een grote paddenstoel, rood met witte stip. Oh, dit doet gewoon pijn aan mijn oren. Ik snij liever mijn oren eraf dan ook nog een keer naar jou te luisteren. Ah, je bent echt verschrikkelijk. Je kan niet zingen, je kan helemaal niks. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter spillebeen. Ah, zelfs de vogels die vals fluiten om mooier. Ah, nee, die moet eerst maar ergens thuis in de badkamer en zichzelf horen. Dan hoort hij hoe vreselijk het is. Ah, je moet wel wat aan doen. Zelfs meneer Huhu kan beter zingen. Hé, hey, hoe zou het eigenlijk met meneer Huhu gaan? Ja, Patje, want dat is een goede vraag. Hoe zou het met meneer Huhu zijn? Meneer Huhu, meneer Huhu. Huhu. Ja, oh, je bent er wel. Oh, hallo. Hallo. Nou, wat doe je nou hier? Wat doe jij voor de deur? Het is lockdown. Lockdown? Nee, dat is al een paar maanden voorbij. Je mag gewoon naar buiten, hoor. Wat zeg je me nou? Ja. Ik zit al 3 maanden binnen. Ah, zeg maar, waarom doe je de deur niet open dan? Ja, de sleutel die ben ik kwijt. Die moet bij Slakkie leggen daar. Oh, dan ga ik even kijken. Eén momentje alsjeblieft hoor. Eens kijken. Slakkie. Dit is Slakkie. Nou, nee, ik zie hem toch echt niet hoor. Geen Slakkie. Nee, ik zie geen hem sleutel. Niet. Heb je al goed in je zakken gekeken dan? Ja, even kijken hoor. Ja. Tjongejonge, wat is dat nou allemaal? Nou, kijk eens. Nou, doe maar open dan. Sta ik daar 3 maanden voor binnen, hè? Oh, meneer. Hallo? Meneertje toch, wat ben je toch ook een rare frat, zeg. Ja. Oh ja. Nou ja. Is zeg maar, ook wat? Hoe heb je dat uitgehouden hier dan? Nou, gewoon binnen blijven, hè. Je moest binnen blijven, dus dat heb ik gedaan. Ja, maar had je genoeg eten dan? Jawel, geen probleem. Alleen, ik ben wel allemaal laatste rolletje wc-papier op. Guttig. Nou, ik zou zeggen, kom maar naar buiten, want je mag gewoon naar buiten toe, hoor. Is er nog wat te beleven geweest afgelopen 3 maanden dan? We hebben zo gelachen door al die lockdown. Moet luisteren, dus een gaatje. Er zitten 3 Russen in de auto. Waarom mogen er niet meer bij? Omdat die auto zo slecht is. Nee, omdat je dan 4 Russen hebt. Hè? 4 Russen. Ja, dat is toch leuk. Moet je luisteren. Ja. Ik ben te groot geworden voor dit huisje. Oh. Nee, moet je luisteren. Ik kom voor het eerst buiten in 3 maanden. Ja. Is er nou echt niks leuks gebeurd in die 3 maanden? Nee, niet doorgaan. Stop. Krak zei toen de paddenstoel met een... Weg uit Zoetermeer. Met al die mensen die maar denken dat ze kunnen zingen. Op Facebook en op straat. En het maakt me allemaal niet meer uit. Als het zo moet, blijf ik nog wel een maandje binnen. Ja? Ach, het, ik lok me weer dan. Het beste dan. En zo konden de kabouters weer gewoon naar Fakeboek luisteren. En hoefden ze niet naar Huwitje te luisteren. Dat was prettig. En zo waren ze allemaal weer heel gelukkig. Behalve Kwaaien. Waar is hij nou? Want waar moest die nou zijn agressie kwijt? Hé, hey, ben je gek geworden? Ben je op mijn landen? Ben je helemaal met zo'n muur?
Niemand kan je horen. Niemand komt je zoeken. Niemand weet dat je hier bent. Je komt hier nooit meer weg. Nooit meer. Dit is niet echt. Jij bent niet echt. Jij kan niet echt zijn. Ben jij echt? Hallo? Zeg iets. Alsjeblieft. Ja, ja, ik ben echt. Oh, jij bent echt. Oh, help me. Ik moet hieruit. Help me. Heeft hij jou ook ontvoerd? Hey, waar zijn we? Wie is hij? Wat wil hij van ons? Hé, hey, hoor je me? Praat met me. Zeg iets. Luister, het is te laat. Ja, we kunnen niks meer doen. Niemand komt ons zoeken. Niemand komt ons redden. Nee. Zeg dat niet. Zeg dat alsjeblieft niet. Ik moet hier weg. Ik moet naar huis. Ze zal er wel iemand zijn die ons komt helpen. Ze zoeken me vast en dan zullen ze me vinden. Ik kan hier niet blijven. Ik moet hier weg. Help! Hé, jij! Laat me gaan! Als je kan roepen wat je wilt. Niemand hoort je. Het enige wat je kan doen is gewoon zitten. En wachten tot het voorbij is. Nee, maar dat kan toch niet? Ik moet hier weg. Ik moet naar huis. Ze zullen me zoeken. Ja, ze zullen me heus wel zoeken. En ze zullen me missen. En er moet iemand zijn. En dan vinden ze ons hier heus. Denk niet dat ik het allemaal al geprobeerd heb. Nee, er komt niemand. Niemand komt je redden. Niemand komt je zoeken. Er kan niemand iets schelen. Dat geldt voor jou misschien, maar er zijn echt wel mensen die mij gaan missen, hoor. En die gaan me zoeken en die geven niet op. Er moet iemand zijn die me gaat zoeken, dat moet. Iemand zal me hier vinden. Ja, dat dacht ik ook. Dagenlang heb ik gedacht, er komt wel iemand. Iemand zal me wel vinden, dit kan niet, dit is een spel, dit is niet echt. En toch kwam er niemand. Ja, jij, maar... Wat ga jij doen? We komen hier nooit meer weg. Dagenlang? Mm-hmm. Hoe lang zit je hier dan al? Hoe ben je hier gekomen? Heeft hij jou ook ontvoerd? Weet je wie hij is? Weet je waar we zijn? Stel je altijd zoveel vragen? Geloof me, dat leer je snel af hier. Het enige wat je hoeft af te vragen... Het enige wat je hoeft af te vragen is of je hier ooit levend uitkomt. En ik ben bang dat ik daar het antwoord op weet. Natuurlijk kom ik hier levend uit. En jij ook, hoor je me? Je mag de moed niet opgeven. We komen hier samen uit. Hoe heet je eigenlijk? Arnold. Oké, ik ben Madelon. Weet je wat voor dag het is? Het moet dinsdag zijn, toch? Ja, want gisteren was het maandag. Of was het eergisteren? Oh, ik weet het niet. Hoe lang zit ik hier al? Ik weet het niet meer. Het is allemaal zo vaag. Ik weet nog dat ik in de auto stapte. En daarna... Er was een gang. Een lange gang. En, of niet? Oh, god. Ik heb zo'n hoofdpijn. Oh, ik kan niet meer helder denken. Is het dinsdag vandaag? Het is woensdag. Wat betekent dat jij hier al 2 dagen zit? Niemand komt je zoeken. Niemand komt je redden. Mijn werk. Caroline. Caroline zal zich afvragen waar ik ben. Ja. We hadden afgesproken om vanavond uit eten te gaan. Dus als... Of was dat dinsdag? Ja. Dus als het nu woensdag is, dan heb ik mijn afspraak al gemist. En dan is ze vast naar me op zoek. Ik kan niet anders. Dus ze vraagt zich af waar ik ben. Alles was dicht. We konden niet uit eten. God, denk, Madelon, denk na. We hadden afgesproken terwijl alles dicht was. Ja! 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 Ja!
via FaceTime samen te eten. Dus, ik heb mijn afspraak gemist. Ze is vast naar me op zoek. Madelon? Ja? Heb je je telefoon? Nee, nee, natuurlijk niet. Anders had ik al lang om hulp gebeld. Heb jij een telefoon? Maar dan moet je de politie bellen, meteen. Ik heb geen bereik. Luister, ik heb eens na zitten denken, Madelon. Ja? Sinds die lockdown, hè? We komen niet echt meer buiten, we kunnen elkaar niet echt meer zien. Hoe moeilijk zou het zijn op dit moment om iemands leven over te nemen? Ga even na. Nou, ik bedoel, stel dat iemand op jouw Facebook zegt dat jij niet naar buiten kan, omdat je coronaverschijnselen hebt. Ja, en bij een vergadering kan je niet op Zoom komen omdat je camera kapot is. En je kan niet met mensen bellen omdat je verkouden bent. Dus je kan niet praten. Ik bedoel, wie gaat daar twijfel in trekken? Het is toch doodsimpel dan om iemands leven over te nemen? Is dat niet hoe het gaat? Madelon? Dat is verschrikkelijk. Zo kan het nog wel weken, misschien wel maanden duren voordat iemand ons hier zal vinden. Wat moeten we doen? Er moet toch iets zijn wat we kunnen doen? Ik ga hier echt niet leidzaam zitten afwachten en die gestoorde gek me alles laten afnemen. Madelon. Ik denk niet dat hij gek is. Als je het mij vraagt, is het briljant. Ik bedoel, op deze manier neem je iemands leven over. Wees even eerlijk, dat is toch geniaal? Hoe kun je dat nou zeggen? Natuurlijk is hij gestoord, hij heeft ons opgesloten, hij is hartstikke gek. Maar we moeten iets doen. Wat kunnen we nou toch doen? We kunnen slapen, Madelon. Ik ben moe. Laten we morgen verder gaan, ja? Morgen praten we verder. Nu gaan we slapen. Arnold? Arnold, ben je wakker? Ik denk dat het dag is. Arnold! Arnold! Ik ben er nog. Dacht je dat het voorbij was? Dat je het alleen maar gedroomd had? We zitten in een nachtmerrie waar we nooit meer uitkomen. We hebben alleen elkaar nog. Maar dat is hetgeen wat telt. Laten we elkaar verhalen vertellen, puur om elkaar af te leiden. Ik hoorde vannacht een deur opengaan. En ik hoorde voetstappen. Ik heb je nog geroepen, maar je gaf geen antwoord. Misschien sliep je. Heb je het ook gehoord, Arnold? Misschien zijn we hier niet alleen. Je moet het gedroomd hebben. Er is hier niemand. Alleen jij en ik. Ik hoorde je vannacht schreeuwen en gillen en je reageerde niet. Maar toch weet ik het zeker. Ik weet gewoon wat ik gehoord heb. Ik ben echt niet gek hoor. Ik kan dan honger en dorst hebben. Maar ik ben echt niet gek. Ik weet wat ik gehoord heb. Oké. Misschien heb je gelijk. Weet je, misschien hebben ze ons wel gevonden. Maar ze hebben ons niet gered. En misschien willen ze ons wel niet redden. Ik wil daar niet aan denken. Ik moet daar niet aan denken. Ik wil daar niet aan denken. Ik moet geloven dat er iemand is die komt. Ik moet aan iets anders denken. Daarom laten we elkaar verhalen vertellen. Puur vertroost en steun. Nee, ik zie niet in hoe het vertellen van verhalen troost of een uitweg kan bieden. Maar het lijkt misschien wel af. Daar heb je wel gelijk in.
Het is niet dat ik iets anders kan doen hier. Maar toch weet ik zeker dat er iemand liep. Dus ik blijf vannacht wakker. En als ik dan weer wat hoor, dan roep ik. En dan zorg ik dat die persoon me hoort en me vrijlaat. Ik geloof je. Maar tot die tijd. Laten we tot die tijd proberen de tijd te doden. Puur vanwege verhaal, puur met verhalen. Oké dan. Maar daarna vertel je jouw verhaal, goed? Ik ben geboren in 1973 in Kleindijk. Dat is een klein dorpje in de buurt van Emmen. Mijn vader was begrafenisondernemer. En mijn moeder die maakte schoon in een plaatselijk pension. Kleindijk is maar een heel klein dorpje en ik werd heel beschermd opgevoed. Maar niet streng hoor. Na mijn middelbare school ben ik in Arnhem op de pabo gegaan. Mijn ouders wilden graag dat ik tijdens mijn studie thuis bleef wonen. Maar dankzij mijn broers hoefde ik niet elke dag anderhalf uur heen en weer met de trein. Ik heb namelijk twee broers die echt veel ouder zijn. Maarten en Marvin. Ik was namelijk een nakomertje. Maar wel heel erg gewenst hoor. Nou ja, Maarten die praatte met mijn ouders. Die overtuigden ze ervan dat ik echt wel in Arnhem kon wonen. En Marvin die zorgde voor een kamer vlak bij de school. Dus nou, daar zat ik dan. 17 jaar. Nog nooit in de stad geweest. En ik vond het geweldig. Och, dit was het echte leven. Nou, na mijn studie kreeg ik al vrij snel een baan aangeboden in Amersfoort. Amersfoort? Ik kom uit Amersfoort. En misschien hebben we elkaar wel eens gezien. Maar ja, voor mij geen lieve ouders en geen oudere broers. Had je naar je zin in Amersfoort? Ja, het was fantastisch. Ik had een baan gekregen op de Guido de Bres. Als 20-jarige tussen die jongens en meiden van 17 en 18. Maar het lukte me al heel snel om het draai te vinden. Het was een hele mooie tijd. Totdat... Nou ja, dat doet er niet toe. Ik ben weggegaan uit Amersfoort. Maar waarom? Ja. Laten we nog gaan verder. Het begint net spannend te worden. Nou, niet spannend hoor. Ik had een aantal jaren les gegeven en het was tijd voor iets nieuws. Dus toen ben ik vanuit Amersfoort naar Den Haag gegaan en vandaar ook naar Zoetermeer. En daar woon ik nu nog steeds. En jij? Waarom ben je weggegaan uit Amersfoort? Ja, laat het erop houden dat het daar niks was wat me daar hield. Hey, was je een goede lerares of niet? Ja, ik denk het wel. Ik heb altijd een goede band met mijn leerlingen en ze nemen me in vertrouwen, dus ik denk wel dat ik een goede lerares ben. De laatste jaren geef ik alleen nog maar les aan groep 3 en 4. Ik heb eigenlijk de leukste leeftijd. Die kleintjes zijn nog zo lief en onschuldig. Ja, er is weinig wat je fout kan doen op die leeftijd. Ja. Ja. Weet je, ik had ook ooit zo'n lerares. Zo'n lerares die het gevoel geeft dat je iets waard bent. Dat je het doet. Ja, weet je. Ik heb zelf helaas nooit kinderen gekregen, maar mijn leerlingen beschouwen toch wel een beetje als van mezelf. Het vertrouwen wat je van ze krijgt, de liefde. Oh, ik moet hier weg. Ik moet weer naar mijn leerlingen, ik moet naar mijn leven, naar mijn huis. Hé, laat me gaan! Komt goed, Madelon. Je bent moe. Ga slapen. Morgen praten we verder. Goed? Madelon? Madelon? Ben je wakker? Madelon, ik weet dat je wakker bent. Ik hoorde je schreeuwen, ik hoorde je gillen vannacht. Was je weer aan het dromen of... Of zit je iets dwars? Madelon, vertel me wat je dwars zit. Wat me dwars zit? Ik word hier vastgehouden door een of andere gek en jij vraagt wat mij dwars zit? Ik heb ook zo'n dorst, maar dan krijgen we wat te drinken. Hé! Hallo! Geef me tenminste iets te drinken! Madelon, als je me niet laat gaan! Rustig. Geef me wat!
krijg je alleen maar meer dorst. Ja, rustig. Vertel me meer verhalen. We weten nog lang niet alles van elkaar. Vertel me meer verhalen. Nee. Nee. Nee, geen verhalen. Ik voel me niet goed. Ik moet iets drinken. Geen verhalen meer. Ik hoorde weer iemand vannacht. Waarom komen ze me niet halen? Ik wil niet meer. Madelon, luister, je laat me niet in de steek, oké? Madelon, laat me niet in de steek, oké? Nee, Arnold. Ik laat je niet in de steek. Maar ik kan je niet helpen. Oh. Oh. Madelon, ik denk dat jij mij heel goed kan helpen. Misschien is het tijd voor mijn verhaal, Madelon. Ik was 5 toen mijn moeder overleed. Ik bleef alleen achter met mijn vader. Mijn dronken vader die niks waard is. En ik had mezelf beloofd dat ik nooit zoals hem zou worden. Dus ik ging naar een goede school. Ik volgde HAVO, VWO. Ik had de hersens van mijn moeder, weet je dat? Huh? Niet van mijn vader, want die kon niet eens op 10 tellen. Nee, ik was slim. Ik kreeg vrienden. Maar het allermooiste was dat ik een fantastische lerares kreeg. Jong. Betrokken. Komt je bekend voor, Madelon? Jong. Betrokken. Mevrouw van Engelen. Almachtig. Arnold? Ben jij Arnold de Vries? Ben jij het, Arnold? Oh, weet je hoe vaak ik aan je gedacht heb? Oh, ik had je nooit in de steek mogen laten. Ik wilde je zo graag helpen. Ik wilde je weghalen bij die vreselijke vader van je, maar ik was machteloos. Machteloos? Mag je hier mij in de steek? Hier mij in de steek met een vader die mij helemaal lens sloeg, Madelon. Wat gebeurde? Je liet mij achter, Madelon. Helemaal alleen. Jij had beloofd mij te helpen, Madelon. Maar je liet me achter. Je ging weg. Een nieuw leven beginnen. Hoe lang heeft het geduurd voordat je een nieuw slachtoffer had? Voordat je weer iemand in je huis, iemand in je woonkamer haalde. Iemand in jouw slaapkamer houden. Daar hou je van, hè? Daar hou je van. Ik was 17, Madelon. Je was volwassen. Jij had beter moeten weten. Je ging weg, Madelon. En hoe lang duurde het voordat je mij vergeten was? Ik ben jou niet vergeten, Madelon. Nee. Je begrijpt het niet, Arnold. Ik meende alles wat ik zei, maar het kon gewoon niet. Jij was minderjarig, ik was je lerares. Ik kon je niet helpen. Ik hield van je. Maar ze zouden me in de gevangenis gedaan hebben. Ik zou nooit meer aan het werk gekomen zijn. Ik zou alles alleen maar erger voor je gemaakt hebben. Snap dat dan? Ik kon niks doen. Ik zou... Ik heb me altijd afgevraagd hoe het jou vergaan was, maar ik durfde je niet te zoeken, Arnold. Oh, maar ik jou wel, Madelon. Ik jou wel. En ik heb je gevonden. Jij blijft hier, Madelon. Met mij samen. Handeltijd. Nee, Arnold! Arnold! Je kunt me hier niet vasthouden! Arnold! Arnold, nee, je kunt me hier niet opgesloten houden. Laat me gaan! Laat me gaan, alsjeblieft! Je kan me hier niet laten. Ze komen me echt zoeken, hoor. En dan gaan ze me vinden. Oh, laat me gaan. Laat me gaan, alsjeblieft, voordat het te laat is. Laat me gaan. Madelon. Ik zal je heus niet verraden. Ik verraad je niet, echt niet. Echt niet, maar dan moet je me wel laten gaan, oké? Voordat het te laat is. Laat me gaan en we kunnen samen zijn, Arnold. Hé, wil je dat? We kunnen samen zijn. Arnold. Nee, stel je voor altijd samen. Dat kan, maar dan moet je me laten gaan. Arnold? Madelon, wij blijven inderdaad samen. Ga rustig zitten.
Slaap. Ja, ga slapen. Ik kom morgen weer terug voor een verhaaltje. Net zoals de dag daarna. En de dag daarna. En daar. Wij blijven voor altijd samen, Marlon. Wij blijven voor altijd samen. Mevrouw van Engelen. Soms kan het zijn dat er in de mensenleven zaken gebeuren waar iedereen stil van wordt. Zo stil dat niemand daar nog over durft te praten. Tegen niemand niet. Zelfs niet meer tegen zichzelf. Zijn eigen hoofd niet, hardop niet. Verdomme, geen één woord. Omdat alles daar is blijven steken. Diep in de velden, onder bomen en bladeren. Voor jaren en jaren. En in één keer is het ineens terug daar. En dan kan iedereen het terugzien. Van de ene dag op de andere. Mag dan nog zo diep weggegaan zijn als het was. Er is altijd iets of iemand die je terughaalt. Nee, wat je ook doet. Wat je ook denkt van een zaak. Mocht ze verkloot zijn. Dan ben je dat voor altijd. Voor nu. Morgen. Volgende week, volgend jaar en tot het einde der tijden. Verkloot. We zagen elkaar voor het eerst bij de supermarkt. Het voordat het kraakte die dag. Ik was verpakt heel gracieus in een dikke laag wol. En ging onderuit met je tassen bomvol. Dus ik pakte een blikje met soep dat daar lag. En jij mompelde iets als een prachtige lach. Dat vond ik best lief, maar ik wilde weer weg. Maar jij zei, hey, heb je morgen al plannen? Want ik ben hier. Bij de Jumbo zal ik op je wachten. Om 7 uur 's avonds. Als je afspreekt met mij, zal ik hier voor je staan. Voor het geval er soms 2 kerels wachten op jou. Ik heet Tom. Je zwaaide en draaide je om. Logisch dat ik je de dag erna opzocht.
checken of jij er echt was. En kijk nou, daar stond je te blauwbekken, haast niet te doen. We gingen uit eten, je kuste me toen. De week daarop bracht je een bos rozen mee. En de week daarna dronken we heel de dag thee. En plotseling waren er maanden voorbij. Toen je zei, hé, wat doe je? Voor nu en altijd. Want ik ben hier. Hier vlak naast je, zolang je het uithoudt met mij zonder twijfel. Er is niets in mijn leven dat ik zo graag wil. Ook al klinkt het nu raar, het is voor mij zonneklaar. Ik wil jou. En ik? Wat moest ik nou? In september getrouwd, onze lievelingsmaand. Want ons grote geluk, dat mocht iedereen zien. We kochten een flat en we praten en praten. Want wilden we kinderen, een huisdier misschien. En bijna waren we al 1 jaar getrouwd. En toen moest jij voor zaken op reis. Ik liep mee naar de gate met je koffer en tas. En dat 17 je geluksnummer was. Ik kwam thuis en ik keek naar het nieuws op tv. En ik kreeg het in eerste instantie niet mee. Maar het vlugnummer klopt als ik kijk elke keer. En heel langzaam besef ik, je bent er niet meer. Spijt me. Ik wil echt je dag niet bederven door al dat gedoe uit die tijd. Je vraagt je waarschijnlijk al af waarom ik heb gehuild, maar vandaag sloeg iets raars me compleet uit het veld. Ik zag één eenzaam toestel alleen in de lucht. En ik dacht aan die dag en alles kwam terug. Plots hoorde ik Tom in mijn hoofd en hij zei, hey, lieve schat, je moet door. Het is oké, want ik ben hier. Ook al geef je mijn lievelingstrui aan het leger des hels mee. Ook al ga je een avond met vrienden op stap. Ook al is het die dag, mijn verjaardag, dat mag heus wel weer. Dus huil nu niet meer, want ik ben hier. Als je teruggaat naar onze favoriete plekken. En mijn ring aan jouw vinger, die mag er echt af. Als je iemand ontmoet, knap en eerlijk en trouw. Als hij zegt dat hij dolgraag wil trouwen met jou. Als hij belt, ga dan snel en stelt hij je de vraag. Zeg dan zonder te aarzelen, ja. Ja. Ja, Erik. Ik trouw graag met jou. En mijn hart is van jou. Het heeft heel lang geduurd. Maar ik ben zover nou. En Tom fluistert zachtjes. Dit doet me plezier. Want ik kan je nu eindelijk zeggen. Ja, Erik. Ik ben hier. Ik was laatst in Amsterdam.
Amsterdam. Wat deed ik toch in Amsterdam, terwijl ik ook in Zoetermeer had kunnen zijn. De diamant van Zuid-Holland. De robijn van de Randstad. De parel van de metropoolregio. Zoetermeer. Waar de lucht zuiver is, de aarde schoon en het water rein. Wat deed ik in Amsterdam? Goed, ik geef toe, waar het hier soms lijkt of de avonden voorbij gaan zonder een zuchtje wind, lijkt Amsterdam in onze provinciaalse dromen een wervelstorm van leven dat geen moment van rust kent. Maar als we de zaak nou eens goed bekijken, wat hebben wij in Zoetermeer dan niet, waar ze daar in 020 zo prat op gaan? Vergelijk het Vondelpark eens met het buitenpark, waar de machtige mythische hooglander heerst. Geen ijdel pronkend papegaaitje. Nee, wij hebben ruimte. Echte ruimte. En magistraal stralende zon. Geen park, maar een natuurgebied waar je niet in 5 minuten met je bugaboo buggy of je baboe bakfiets doorheen gekrost bent. Nee, ons milieu is woest en wild. Voor woeste wilde mannen en woest aantrekkelijke vrouwen die hipsters vreten voor ontbijt. En de Amsterdamse Amstel. Ach, een riviertje dat zich zo makkelijk laat kanaliseren, kan zich toch moeilijk meten met de pijloze diepte van ons Noord-A. Waar het zelfs op de heetste zomerdag in het midden nog zo koud is dat je er kramp krijgt en verzuipt. Waar geen golfslag is te zien, maar waar we toch een hele reddingsbrigade nodig hebben om te voorkomen dat stupide toeristen uit Benthuis er verzuipen, omdat ze ons Noord-A onderschatten. Nou, als je in de Amstel uit je boot valt, dan land je gewoon op het dak van de volgende boot. Geen ruimte, zoals hier. De Amstel. Dat begint iets ten zuiden van Uithoorn, kuiert rustig een paar kilometertjes verder en gaat dan roemloos ten onder in het IJ. Noord-A. Dat zorgt ervoor dat niet heel Zuid-Holland 3 meter onder water staat als het een keer flink geregend heeft. Waterberging noemen ze dat. Kom daar maar eens om in Amsterdam. De Westertoren steekt met zijn 58 metertjes toch wat bleekjes af bij de 72,4 meter van Snowworld. De restauratie van de Westertoren in de 80er jaren kostte ongeveer 10 miljoen euro en duurde 2 jaar. De bouw van de derde baan van Snowworld duurde 4 maanden. En het brengt geld op. Ja, de wallen worden opgeknapt. Nou, wij hebben Palestijn gewoon helemaal plat gegooid. Het Rembrandtplein, waar je niet doodgevonden wil worden. Wij hebben het Stadhuisplein, waar je zelfs levend niet wil zijn. En waarom verlangen naar een gracht als wij de Dobbenplas hebben? En liever dan in een tram stap ik in een Randstadrail, die niet met schellebel door bochten krijst, maar die vriendelijk en groen heuvel op en af zoeft. Ja, Amsterdam-Noord, Oosterheem. De Bijenkorf, een wespennest. De Noord-Zuidlijn, wij hebben de meeste stations van Nederland. Dus wat moet ik nog in Amsterdam? Dichtgetikt en smok verstikt, aangedikt en zelf gekikt, vals gestrikt en ongeschikt. Wat moet ik nog in Amsterdam? Vol grootspraak en wansmaak, vol blaaskaak en inbraak, vol nachtwaak en moordzaak. Dus wat doe ik nog in Amsterdam? Ik blijf thuis, in het Zoetermeerse hart. Ja, de diamant van Zuid-Holland. De robijn van de Randstad. De parel van de metropoolregio. Zoetermeer.
waar de lucht zuiver is, de aarde schoon en het water hartstikke rein.